In het kader van 800 jaar stad is het platform tegen armoede ter Echtstede op zoek naar mensen die iets doen voor anderen. Op 8 middagen gaan Ilse van Via Cultura en Job op safari in de Dordtse wijken. De route is onbekend en de ontmoetingen zijn spontaan. Op zoek naar de verborgen parel zijn we vandaag in Stadspolders in winkelcentrum Bischof. En we hebben weer iemand bereid gevonden om ons te woord te staan. Mag ik je naam weten? Ik ben Siska de Goede. Siska, ja. Jij doet iets voor een ander. Wat doe je voor een ander? Ik doe regelmatig collecten lopen en ik zet me in voor mijn vereniging, sportvereniging. En daarnaast zit je dus bij DVO, begrijp ik? Klopt. Een instituut in Dubbeldam? Ja. Wat doe je bij DVO? Zelf sport ik er al vanaf mijn 4e. Oké. En daarnaast vanaf mijn 12e doe ik lesgeven, althans eerst helpen met lesgeven en daarna zelfstandig trainster geweest. Dus, oké. Ja. En hoe word je zelfstandig trainster? Uiteindelijk word je daarvoor gevraagd. Dus als je al langer binnen de vereniging zit, dan gaan ze je vragen als ze een trainster nodig hebben van hoe kan je wat voor ons betekenen. Maar was je dan een hele goede turnster? Ja, ik heb best wel een hoog niveau. Oké. En dan was jij trainster in ritmische gymnastiek? Dat is later begonnen. Dat is later? Ja. Wat heb je dan precies voor trainingen gegeven? Eerst ballet altijd, balletles. Eerst bij de kunstschaatsers in Dordrecht. En daarnaast nog bij DVO, bij de turnselectie in de RTT. En daarna ben ik overgesteld op de ritmische gymnastiekse selectie. Waarom doe je dat dan? Dat doe je toch niet zomaar? Nee, omdat je hart daar ligt. Omdat je zelf altijd de sport hebt gedaan. En als je het zelf dan niet meer kan uitoefenen of niet meer doet, dan kan je er alsnog wel mee bezig blijven. En dat zie je groeien. Wat deed je daar dan het plezier voor de kinderen? Nou, de kinderen mogen ook best wel kletsen en lol hebben, ondanks dat het een selectiesport is. Want je hebt wel verschillende gradaties en dan zat ik wel het laagste niveau binnen de selectie. Maar ik vind het heel belangrijk om goed te trainen, hard te trainen, maar ook gewoon lol te hebben onder elkaar. Dus ook gewoon eens even een keer een pretje maken of lachen of babbelen. En vind je het belangrijk dat je daarvoor gewaardeerd wordt? Ja, dat wel. Wat is die waardering dan? Al is het een lach op het gezicht van een meisje. Maar nu ben je 24? Ja. Je bent gestopt als trainer, ja. Maar je loopt wel nog voor het KWF en voor de Brandwondenstichting. Klopt. En kunnen we jou in de toekomst nog ergens anders terugzien? Wie weet, ja. Ik help mensen graag, dus ik denk het wel. Ja. Ik zou niet weten wat, maar dat komt vast wel goed. Oké. We hebben weer een pareltje gevonden. Siska is toch weer een parel. Siska, ik wil je hartstikke bedanken. Ik wens je veel succes en ik hoop je maar aan de deur terug te zien. Ik jou weer. Lots of fun is what I see. Take me to the river and that's all.